Coaches moeten helpen bij scheiden van afval. Zijn onze dijken wel sterk genoeg? En minderjarigen overvallen Albert Heijn in Nijmegen. Plastic Plus scheiden dus, luidt de slogan van de gemeente Beuningen en de DAR. Ze merken dat het scheiden van plastic afval niet altijd goed gaat en daarom zetten zij vanaf het voorjaar afvalcoaches in. Ze helpen inwoners bij het beter scheiden van hun Plastic Plus afval met als doel dat de grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Al het afval op één hoop of in verschillende containers. Elke gemeente pakt het weer anders aan. De overheid wil 75% van het huisafval scheiden. Een gepuzzel voor veel gemeenten. Maar het lijkt de gemeente Beuningen wel goed af te gaan. En hoe komt dat? Omdat we dus werken aan een goede inzamelingsstroom, dus zuivere stoffen die in kunnen gezet worden als grondstoffen. En daarom vinden we het belangrijk dat we dat gezamenlijk als regio doen. We zijn samen ook aandeelhouder met een aantal gemeenten van de DAR, maar ook van de ARN. En dat is degene die uiteindelijk de recycleprocessen doen. Dus eigenlijk hebben we in onze gemeente, in onze regio Nijmegen, samen een keten ontwikkeld. En het is aan de inwoners om het afval in de juiste containers te gooien. Scheiden van plastic plus afval kan wel eens een hersenkraker zijn. Mogen jullie van de twee kiezen welke moet bij Plastic Plus en welke niet? Ketfles, die even kijken. Nee, die doe ik niet bij plastic, die ga ik naar de werf brengen. Oei, ik denk de kidspuit wel en de rest niet. Ik twijfel het. Hebben we het goed? Die doe ik bij plastic medicatie als die leeg is. Ja. Dus dat mag in principe niet. Nee, mag niet bij Plastic Plus. Okay. Voor deze onduidelijke recycle-regels komt dit voorjaar meer aandacht met de campagne Plastic Plus scheiden dus. De inwoners worden meer op weg geholpen. Dat doen we op verschillende manieren en één daarvan is onze DAR-app. In de DAR-app kan je een product invoeren in de afvalwegwijzer en die zegt eigenlijk precies waar het bij hoort. Dus als je daar bijvoorbeeld een drinkpak invult, dan komt het bij het staan, oh, dat hoort bij het Plastic Plus. Vanaf dit voorjaar gaan afvalcoaches samen met inzamelteams van de DAR op pad om de containers onder de loep te nemen. Zit er goed gescheiden afval in, dan wordt de bak geleegd. Zit er ander afval in wat er niet in hoort, dan krijgt de container een containerhanger met informatie erop waarom de container niet is geleegd. En dan blijft de container vol staan. Hoewel Beuningen de landelijke doelstelling voor afvalscheiden al lang heeft behaald, wordt er toch een tandje bijgezet. Nou, mij zou het mooi zijn als we de komende 4 jaar gaan lukken om naar 35 kilo per inwoner te gaan. Wat dus inhoudt een halvering. Maar het levert ook nog eens voor de portemonnee van de inwoner wat op. Want hoe betere inzameling, hoe lager de afvalstofheffingen en hoe mooiere producten we daarmee kunnen maken. Wat ik het belangrijk vind in de circulaire economie waarin we leven, dat we zoveel mogelijk grondproducten die steeds schaarser worden, hergebruiken voor nieuwe producten. En dat kunnen we alleen samen doen met de DAR en met onze inwoners. In Wijchen wordt deze week door Waterschap Rivierenland dijkproeven gedaan in het kader van het programma Future Dijks. Er wordt getest hoe een begroeide grasmat reageert op golfoverslag. Hoe meer grassen, kruiden en plantjes op de helling groeien, hoe steviger een dijk wordt. Maar om te zien of die theorie ook in praktijk werkt, zul je dus toch echt een vloedgolf op een bloemrijke dijk af moeten sturen. Er zijn momenteel dijkproeven in Wijchen. Bij deze proeven wordt er gekeken wat een begroeide dijk doet bij overslag van water. Wat zijn de resultaten tot nu toe? Ja, deze dijkproeven zijn nodig voor het onderzoek wat we hier uitvoeren. Dus we zijn heel erg benieuwd hoe sterk deze dijken zijn. Dit zijn eigenlijk bijzondere dijken waar we nu staan. Want dit zijn hele bloemrijke dijken, zoals we dat noemen. Bloemrijke dijken betekent dat er hier niet alleen grassen staan, maar ook een heleboel kruiden op die dijk. En je moet je voorstellen dat als je hier op een paar vierkante meter gaat kijken, dat je misschien wel 55 verschillende plantensoorten tegenkomt. Deze plantensoorten moeten dus dienen als een soort beschermlaag van de dijk. Wat wordt er geprobeerd met de dijkproeven? Nou, wat we proberen nu met zoveel water over die dijk heen te laten stromen, om te kijken wanneer faalt een dijk nou. Dus wanneer faalt de grasbekleding, de begroeiing op zo'n dijk? Wanneer ontstaan er scheuren in een dijk? Wanneer ontstaat er een gat? Maar we zien dat dat nog niet gebeurd is. Dus de dijken hier bij Wijchen lijken ontzettend sterk. De resultaten zien er tot nu toe dus erg positief uit. Hoe werkt een dijkproef nou precies? Wat je hier achter me ziet is een stormsimulator van ingenieursbureau Infram. Die testen hier op de dijk dus hoe sterk die dijk is. En dat doen ze door letterlijk een storm te simuleren. Dus wat je hier steeds hoort stromen, dat zijn enorme golven water. En in ongeveer 4 dagen tijd wordt hier zo'n 25 miljoen liter water vanuit de Maas over die dijk gepompt.
alsof het echt een storm is. Deze dijkproef is de derde en laatste keer dat er in Wijchen getest wordt. Is er al tevredenheid over de dijkproeven? Nee, we zijn natuurlijk heel, heel tevreden dat deze dijken zo sterk zijn. Aan de andere kant hoopten we ook wel dat we op een punt zouden komen waarop we daadwerkelijk een gat in de dijk zagen. Want dat is natuurlijk het meetpunt waar we naar op zoek zijn. Zo'n meetpunt dat kunnen we gebruiken in modellen om te bepalen hoe sterk zo'n dijk is. Maar het meest positieve is vooral dat zo'n dijk, en zeker zo'n kruidenrijke dijk, hartstikke sterk is. En gewoon met krachten zoals je hier achter je ziet, niet faalt. Ja, straks in het RN7 Regio Nieuws. De allerbeste trouwlocatie van Nederland ligt in Ewijk. Welke dit is en hoe die eruit ziet, dat zie je zo. Er is een overval gepleegd op de Albert Heijn aan de Molenweg in Nijmegen. Bij de overval die maandagavond net iets na 8 uur plaatsvond, waren vermoedelijk 2 jongens betrokken. De politie stuurde na de melding een burgerbericht. Hierin gaven ze aan op zoek te zijn naar 2 jonge mannen van 15 à 16 jaar oud. Ze waren tijdens de overval in het zwart gekleed. Ze hadden allebei een capuchon op en 1 had schoenen aan met een witte zool. De daders zijn nog niet gepakt. Ook in het Overbeterse dorp Hemmen kunnen inwoners sinds deze week terecht in een publieke huiskamer. Het is de 10e huiskamer in Overbetuwe. De locatie is 1 dagdeel per week geopend, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Zetten en Heteren, waar deze 5 dagen per week open is. De ontmoetingsplek in Hemmen is nu nog wel op basis van proef geopend, op maandagen tussen 2 en 4 uur 's middags. Het is misschien een gek gezicht en meteen ook een bijzonder concept. Bij tankstation Avia aan de Hatertseweg in Nijmegen staat sinds kort naast de brandstofpompen en de wasmachines ook een pizza-automaat. De machine biedt 4 soorten pizza aan, die vervolgens binnen 4 of 5 minuten worden verwarmd. Ook kan daarvoor gekozen worden om de pizza koud te ontvangen, om het thuis zelf af te bakken. Over smaak valt te twisten, maar de redacteurs van RN7 waren niet erg te spreken over de kwaliteit van de pizza's. Leuk idee, uitwerking iets minder. Stel, je gaat naar de dokter met klachten, maar tijdens het spreekuur voel je ineens niets meer. Dat is knap vervelend. Een vergelijkbaar probleem hebben Parkinson-patiënten als ze voor onderzoek naar het ziekenhuis gaan. Maar dankzij onderzoek met behulp van een smartwatch zijn er nu gegevens die precies weergeven hoe de klachten in het dagelijks leven zich ontwikkelen en daarmee komt er meer inzicht in de ziekte. Sjors van den Ochtend gaat er graag op uit om te fotograferen. Dat is heel lastig, want als je dus bijvoorbeeld een foto wil maken en je trilt en je camera gaat zo heen en weer, dan krijg je dus van die heerlijke bewegingsfoto's. Trillen is een bekend probleem bij Parkinson, waaraan doktoren het verloop van de ziekte kunnen afmeten. Maar onderzoek in het ziekenhuis geeft vaak geen reëel beeld van het dagelijks leven. Vergelijkbaar met iemand die met klachten naar de tandarts gaat. Je hebt kiespijn, je maakt de afspraak, je gaat naar de tandarts toe, je zit op de stoel, kiespijn over. Ja, mensen met Parkinson die gedragen zich in deze spreekkamer altijd anders dan thuis. Het trillen is erger, het lopen gaat veel beter, tot grote frustratie van de patiënt, de partner en van mij, want ik wil weten hoe het thuis gaat. En precies dat meet deze smartwatch. Bijna 700 patiënten hebben het horloge ruim 2 jaar lang gedragen. Zo'n grootschalig onderzoek is uniek en heeft een schat aan informatie opgeleverd. We zijn ontzettend dankbaar dat we met deze unieke hoeveelheid data kunnen gaan werken met een groot team aan nieuwe oplossingen om mensen thuis beter te kunnen meten. Wat hopelijk voor de zorg en voor de wetenschap veel vooruitgang gaat bieden. Ik hoop echt dat ze met behulp van die gegevens die ze dus verzamelen iets kunnen ontdekken waardoor dus de mensen die Parkinson hebben een betere zorg kunnen krijgen. Dan kijken we weer even naar de sociale media. De gemeente Nijmegen laat via hun Insta-stories weten dat de zogenaamde swill-proef van start is gegaan. In deze proef krijgen de deelnemende horeca een grote witte emmer uitgereikt waar ze hun voedselresten in kunnen opslaan. Dit wordt vervolgens verwerkt tot compost of biogas. Het was vandaag zeldzame ziektedag. Ook het Radboud UMC vraagt hier aandacht voor via Instagram. Dit doen zij door middel van het plaatsen van diverse feitjes over zeldzame ziekten. Zo wordt een ziekte als zeldzaam geclassificeerd als deze bij minder dan 1 op de 2000 mensen voorkomt. Ook zijn er in Nederland 1 miljoen mensen die een zeldzame ziekte hebben. En via Facebook laat de gemeente Overbetuwe aan haar inwoners weten dat het gemeentehuis aanstaande vrijdag gesloten is.
Er vindt een onderhoud plaats aan hun systemen, waardoor er geen documenten aangevraagd of uitgereikt kunnen worden. Vanaf maandag zijn ze vervolgens gewoon weer open. Bij een goede bruiloft hoort natuurlijk een mooie jurk, een lekkere taart en een betoverende locatie. Dat laatste vind je in Ewijk, als we toptrouwlocaties.nl moeten geloven. Volgens de website is Slot Dodendaal namelijk de beste trouwlocatie van Nederland. Tijd om eens te kijken of dat ook echt waar is. Slot Dodendaal is uitgeroepen tot de beste trouwlocatie. Wat maakt Slot Dodendaal zo bijzonder? Nou, er zijn diverse aspecten, denk ik, wat het ons bijzonder maakt. We zijn met name al heel ervaren. We doen al 50 jaar ons best om de mooiste trouwdag te organiseren voor ieder bruidspaar hier. We hebben een uitgestrekt landgoed waar we veel buitenactiviteiten hebben. Dus je kan bij ons in de wijngaard, in de boomgaarden trouwen, van diners tot aan wettelijke huwelijksceremonies. En we hebben natuurlijk fantastische binnenruimtes. Wanneer je een prijs wint, doet dit natuurlijk wat met de populariteit als locatie. Wat betekent deze benoeming voor het aantal huwelijksaanvragen? Ja, het jaar is nog maar net begonnen. En, dus we hebben voor dit jaar zitten we redelijk volgeboekt. En de aanlooptijd die we gemiddeld zien voor een huwelijk is 12 tot 18 maanden. Dus we zijn nu bezig met de verkoop van 2024. 2023 zit over het algemeen al redelijk volgeboekt. We hebben nog wat plaatsen in het najaar van 2023. Maar in het voorjaar en in de zomermaanden zitten we momenteel helemaal vol. En de aanvragen die lopen nog steeds en die blijven binnenkomen voor 2024. Dus het ziet er naar uit dat dat ook een mooi jaar gaat worden. Het wordt dus een druk jaar bij Slot Dodendaal. Deze eervolle titel heeft hier zeker een rol in gespeeld. Wat is de mening over de organisatie hiervan? Top Trouwlocaties is een fantastische site waarin we graag samenwerken en ons product ook aanbieden. Zij bieden een platform aan voor trouwlocaties door heel Nederland. En het bereik is fantastisch. En we doen daar nu denk ik een jaar of 10 aan mee. En we zien dat we in de afgelopen jaren steeds verder gegroeid zijn. Dus ook in samenwerking met hun. Ja, het is zover. Morgen gaat volgens weerkundigen de lente van start. Aan het weer zal het in ieder geval niet liggen. Dat voelt al volop als voorjaar aan. Voor het plaatje tenminste. Want woensdag wordt het weer volop zonnig met strak blauwe luchten en een graad of 7. Maar de oostenwind zorgt ervoor dat de gevoelstemperatuur zo rond de 3 graden blijft steken. De dagen erna houdt het weerbeeld nog even aan. Hoewel er langzaamaan wat meer bewolking ontstaat, de temperatuur klimt iets verder omhoog, maar het blijft wel fris aanvoelen. In de nachten houden we nog even te maken met wat nachtvorst. Ja, dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je terecht op onze website rn7.nl en alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Heb je zelf een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan een mail naar redactie@rn7.nl. Graag! Tot morgen!